Een top 10 goede aquariumgewoontes. Als je deze aquariumgewoontes onder de knie neemt, dan kan ik jou garanderen dat jouw aquarium een stuk beter zal draaien. 10 gewoontes en we starten onderaan bij nummer 10. Ga elke dag twee keer jouw vissen voeren. Dat wil niet zeggen twee keer de volle portie gaan voeren, maar dat wil zeggen de volle portie voor jouw vissen op dagbasis. Gedeeld door twee, Eenmaal morgens, eenmaal avonds, bijvoorbeeld. Zodanig dat ze minder voer in één keer binnenkrijgen, dat het beter is voor hun spijsvertering. Ga ook één keer per maand, een, één à twee keer per maand, een vaste dag invoeren. Gewoon één dag geen vreten. kenneklop op z'n West-Vlaams. Ga ook goed kwalitatief voer gaan voeren. Het is zinloos als je twee keer per dag de grootste rommel voert, dan hebben jouw vissen nog steeds niets binnen. Je zou niet de eerste zijn waarvan de vissen vermageren en het niet goed doen, omdat je een of andere voer voert wat niet zo heel goed is. Wil je een heel goed voer gaan hebben? Ga dan zeker en vast kijken. In de beschrijving staat een linkje naar Basleer Biofish Food, topvoer. Half september komt er een video online waarin de ganse uitleg gedaan wordt. Expert aan het woord Dr. Gerald Basleer, topvoer. Kwalitatief zeer supervoer, heel veel voeding dat ze ook daadwerkelijk binnen krijgen. Dus als ze eten hebben ze tenminste iets binnen ten opzichte van sommige andere voeren waar ze eigenlijk alleen maar brol binnen hebben. Ga dus twee keer per dag goed kwalitatief voer geven in kleine hoeveelheden zodat het makkelijke spijsvertering is. Punt nummer twee is nog steeds voer. Ga gevarieerd gaan voeren. Zorg voor variatie. Variatie wil niet noodzakelijk zeggen dat je vijf soorten diepvriesvoer moet hebben en dat je die vijf soorten diepvriesvoer netjes, correctjes, één per één moet gaan aflopen. Integendeel, diepvriesvoer zou ik bijna durven afraden. Om met de wijze woorden van Gerald Basleer te spreken: Diepvriesvoer is McDonald's. Het kan geen kwaad één keer op de zoveel tijd, maar probeer je te houden tot goed kwalitatief voer. Nogmaals: linkje naar Basleer Biofish Food hieronder in de beschrijving. Zorg voor een gevarieerde voeding. Ga dus droogvoer gaan afwisselen, maar af en toe mag daar ook wel eens diepvriesvoer bij zitten. Als je weet dat het goed kwalitatief diepvriesvoer is. Af en toe mag daar ook eens levendvoer bij zitten. Als je weet dat het goed kwalitatief levendvoer is. Af en toe mogen daar ook eens groentes bij zitten of groenvoer in het algemeen bij zitten. Als je weet dat ze goed behandeld geweest zijn en niet volhangen met bijvoorbeeld pesticiden. Nummer 3. Iedereen weet dat ik een gloeiende hekel heb als ik een foto zie passeren van een aquarium, dat daar een thermometer vooraan op de ruit hangt. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik een gloeiende hekel heb aan een thermometer. Integendeel, een thermometer is een must in elk aquarium. Ik denk dat dat heel duidelijk was. Je moet een aquariumthermometer in jouw aquarium hebben. Liefst een goede. En ga ook dagelijks jouw temperatuur gaan controleren. Het kan prima zijn dat jouw verwarmingselement het laat afweten. Het kan prima zijn dat het ofwel te koud wordt ofwel te warm wordt in jouw aquarium. Controleer dagelijks jouw temperatuur. Nummer 4: poets geregeld en liefst zelfs dagelijks jouw ramen. Als je ze dagelijks poetst, zal je niet veel spierballen nodig hebben om dat dagelijks te gaan afpoetsen. Als je weken wacht, dan zal je meestal wel veel van die spierballen nodig hebben en zal je echt moeten schrobben dat het een lieve lust is. Hoe kan je dagelijks heel eenvoudig op een paar seconden tijd al jouw ramen gaan poetsen? Filterwatten. Gebruik filterwatten om jouw ramen te poetsen, elke dag opnieuw. Op die manier zal je jou 1 niet gaan frustreren omwille van het feit dat daar een beetje alg of iets dergelijks aan hangt. Twee, zal het veel mooier lijken naar jou toe, want jij bent degene die moet kijken naar jouw aquarium, dus jij moet ervan genieten. Als je jou constant zit te frustreren in het feit dat jouw ramen vuil zijn, dan heb je een probleem. Gewoon dagelijks even die ramen poetsen. Op zich is vuile ramen niet zo slecht voor onze vissen, in tegendeel zelfs, het is een bepaalde vorm van voeding. Maar toch, voor ons is het wel belangrijk, ga op zijn minst jouw vooruit elke dag gaan poetsen. Vijf, een hele vreemde waarschijnlijk uit mijn mond, maar ga wekelijks jouw water testen. Ikzelf ben iemand die veel te weinig watertest doet. Heel veel mensen, vooral als ze wat meer ervaring hebben, zullen zeggen van ik test nooit mijn water. Maar het is al zo vaak gebleken dat net dat water wel testen en dat bijhouden in een logboek ervoor kan zorgen, als er een probleem zich voordoet, dat je daarnaar teruggrijpt, en dat je in de aan de hand van die waterwaardes ziet, oeps, daar ging het fout, en dat moet ik oplossen. Test wekelijks jouw water. Ik weet het, het vraagt tijd van jou, het vraagt geld van jou, moet je, je moet die watertesten kopen. Ik weet dat het een moeite is, maar doe het toch. En dat hoor je nu uit de mond van iemand die het eigenlijk niet doet. Maar, dat is al niet te min, om net, misschien net omdat ik het niet doe, Weet ik ook wel van, eigenlijk is het van essentieel belang dat je het wel gaat doen. Puntje nummer 6, geregelde waterwissels, liefst ook inclusief het afgeven van de bodem. Wat is een geregelde waterwissel? Ik zou het kunnen in één term samenvatten zoals ze vaak helaas wel doen in een winkel en zeggen 30% per week, maar dat klopt niet. Je hoeft geen 30% per week te gaan wisselen, behalve als je net in een situatie zit waarin het wel zo is. Vorig puntje: test je water. Als je nitraat aan 50 komt, ga je waterwissel gaan uitvoeren. Hevel je bodem af, liefst dagelijks zelfs, als het enigszins kan. Hoeveel moet je wisselen afhankelijk van jouw waterwaardes? Ik heb een video gemaakt, een oude, en dat is ook te zien aan de kwaliteit van de video en aan mijn presence op scherm. Hoeveel water moet je gaan wisselen? Ik heb een gans waterwisselschema opgesteld. De link daarnaar kan je vinden, daarboven punt nummer 8 als we dan toch bezig zijn met die geregelde waterwissels kunnen we misschien ook een onderhoud gaan doen aan ons filter. Heel vaak gebeurt het dat mensen hun filteronderhoud achterwege laten. De propellers van het filter worden vuil waardoor ze minder efficiënt werken, warmer worden, misschien zelfs oververhitten en gewoon kapot gaan. Ga één keer per maand jouw ganse filter gaan reinigen. Filterslangen die heel veel invloed hebben op jouw debiet van jouw filter. Als die toegeslept raken, geloof me jouw debiet gaat heel snel achteruit. De rotor van het filter, heb ik daarnet opgenoemd. Eventueel filtermateriaal, jouw watten gaan vervangen, sponsen gaan uitknippen, knijpen in aquariumwater, biologisch filtermedia zoals keramische pijpjes, seracyporax, zie je link in de beschrijving. Die gaan uitspoelen en dat soort dingen meer. Doe een geregeld onderhoud aan jouw filter. Op die manier weet je ook dat je alles onder controle hebt en weet je ook dat jouw filter niet de oorzaak is van eventuele problemen in jouw aquarium. Doe het gewoon, al is het voor jouw eigen gemoedsrust. 8. En lezen. Niet impulsief kopen. Spreekt voor zich. Ik heb er al zo vaak op gehamerd. Ik kan hier nu nog eens mega uitgebreid gaan, maar dat ga ik gewoon niet doen. Lees jezelf in. Kijk naar YouTube-video's van mij, de Dutch Aquarist, Kerief Aquarium Hobby, Nikki. Kijk naar alle vier. Je kan daar echt gigantisch veel informatie uit halen. Als ik nu vier namen genoemd heb die je niet kent, hieronder in de beschrijving staat er een linkje naar. Als je dan toch in die beschrijving zit, klik gewoon op dat smerige rode knopje waarop staat abonneren, als je dat nog niet zou gedaan hebben. Klik daarop, dan wordt het lekker grijs. Ben je geabonneerd op mijn kanaal? Word je op de hoogte gebracht van nieuwe video's? Krijg je elke keer opnieuw? Extra informatie om jouw aquarium zo goed mogelijk te houden op een zo gemakkelijk mogelijke manier. Op een manier die zo weinig mogelijk nadelen heeft, die zo weinig mogelijk problemen geeft, waardoor dat je dus zo weinig mogelijk omkijken naar hebt op vlak van problemen. En waardoor, waardoor je dus zoveel mogelijk kan van genieten. Ga dus in lezen. Niet te weinig, liefst te veel. Puntje nummer 9. Ga geen vissen mengen. Uit verschillende streken biotopen. Ik hou niet van het woord biotopen, dus daarom streken. Ga niet een beta uit Azië gaan samenzetten met een kardinaaltitra. Komt niet goed. Eén van beide zit niet goed en er zijn, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel op hele korte termijn zal jouw beta... Ofwel op hele korte termijn zullen jouw kardinalen... Ofwel zal jouw beta jouw kardinalen opvreten, waardoor jouw kardinalen... Ga dus niet gaan mengen en streken. Heel eenvoudig. Ik heb een video gemaakt hoe stel je jouw visbestand samen? Volg de link daar in beeld en dan zal je zien dat je heel eenvoudig jouw visbestand kan samenstellen. Als je mengt en streken gaat het altijd fout. Altijd. Vroeg en soms laat, maar het gaat fout. En de laatste, mijn paradepaardje. helemaal bovenaan het lijstje staat. Pas quarantaine toe op jouw vissen. Een quarantaine aquarium hoeft echt niet duur te zijn maar is van essentieel belang voor jouw ganse aquarium, niet alleen voor jouw vissen, maar ook voor jouw aquarium als ecosysteem, als totaalplaatje, maar ook voor jou, omdat je niet te veel problemen zou hebben. Pas quarantaine toe bij vissen. Het kost niet veel, het is eenvoudig te doen. Pas het toe bij nieuwe vissen, bij zieke vissen, bij vissen die moeten aansterken. Noem maar op, je hebt hem altijd nodig. Quarantaine bij vissen. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Een van de belangrijkste dingen binnen de aquaristiek. Pas quarantaine toe. Als je niet weet wat quarantaine is, link je. <laughs> Rechts onderaan een beeld, een video die je echt moet gezien hebben.